Ik werd geschopt, ik werd geslagen. Ik kreeg gewoon blauwe plekken van. Ik kwam nog steeds met een depressie. Ik zit me behoorlijk in de weg, ondanks mijn hulp die ik ervoor krijg. Dat is op mijn 12e, 13e begonnen en toen zat ik net in het eerste jaar van de middelbare school. Ze begonnen mij gewoon te treiteren omdat ik er anders uitzie. En zodoende begonnen ze met kleine dingen zoals eerst mijn spullen kapot te maken en bijvoorbeeld spullen van me af te pakken, spullen weg te gooien. Daar begon het voornamelijk mee en uiteindelijk toen ging het verder en toen werd ik gewoon geduwd, ik werd geschopt, ik werd geslagen, ik kreeg gewoon blauwe plekken van. Natuurlijk probeerde ik de blauwe plekken te verbergen zodat mijn ouders het niet zagen, want ik wilde gewoon niet dat mijn ouders erachter kwamen. Lisa is één van de vele pestslachtoffers die kampen met de ernstige gevolgen die pesten met zich mee kan brengen. Saxion Hogeschool onderzoekt of pesten preventief aangepakt kan worden middels een videogame. In dit spel neem je als speler de rol aan van een beheerder van een sociaal platform. Hello my sleepy friend, my name is Abbott and I need your help. Next time you should really sleep in your bed and not this uncomfy chair. As I said, I need your help. At the moment, my social media platform is being attacked by cyberbullies. Would you care to help me getting rid of them? Awesome. Then follow me and let's get right into it. I see you made it to the cartwheel. Nou, we zien dus dat we drie kaarten hebben vandaag. Een kaart is dus een reactie die is geselecteerd die mogelijk pesten zou kunnen zijn. Nou, hier zien we dus bijvoorbeeld een reactie die dus iemand belachelijk maakt omdat hij oranje haar heeft. De overweging die je moet maken bij zijn foto is dat hij natuurlijk goed past bij het spel. En dat we natuurlijk laten zien dat het absoluut geen probleem is wanneer je bijvoorbeeld oranje haar hebt of iets in die richting. Nou ja, we hadden in het eerste jaar hadden wij een groepsapp aangemaakt met de klas. Eentje waar mijn mentor in zat en eentje waar geen mentor in zat. En waar de mentor dus niet in zat, daar werden dus lelijke dingen geschreven. Onder andere dat ik beter zelfmoord kon plegen. Want ja, het gothic staat toch wel een beetje voor het depressieve, maar dat is helemaal niet zo. En op een gegeven moment toen, werden ook foto's gestuurd met bijvoorbeeld een arm die met snijwonden eronder zaten. Of een galg. Met andere woorden, je kunt beter zelfmoord plegen. We kunnen dus bijvoorbeeld kiezen om met de vermoedelijke pester te chatten. Jouw reacties zijn erg ongepast. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld naar de geschiedenis kijken van een gebruiker. Daaruit kunnen we ook een beetje een profiel opmaken van oké, doet deze dit herhaaldelijk, de ja of de nee. Eentje is bijvoorbeeld, je zal nooit succesvol worden, stop met je studie. En de tweede is ook dat niemand vrienden zou moeten worden met een bepaald persoon. Dat laat zeker zien dat deze persoon geen goede geschiedenis heeft en hier niet is voor de positiviteit. Dus die gaan we zeker van het platform gooien. Ja, ik kan nog steeds met een depressie. Ik heb die opgelopen door het pesten. Nog steeds suïcidale gedachten, helaas. Ik snij mezelf, helaas. Ook dat. En ja, voornamelijk mijn depressiviteit zit me behoorlijk in de weg. Ondanks mijn hulp die ik ervoor krijg. Praten over, dat is het allerbelangrijkste. Het praten is gewoon heel erg belangrijk, want dan kun je je hart luchten. En dan zit je er ook niet mee. En uiteindelijk, dan kom je niet in een depressieve situatie terecht als ik, want ik heb er nooit over kunnen praten, omdat ik het gewoon echt opkropte.